Hoi, mijn naam is Wietske en ja, ik wilde vandaag even wat vertellen over mijn ervaring met microdosing. Ik zal bekennen dat ik eerlijk gezegd best wel leuk vind ook om te experimenteren. Ik heb best wel veel energie van mezelf en ik voel me best wel geaard en steady. Maar mij leek het gewoon heel erg leuk om op basis van een experiment te ervaren wat eigenlijk een maand microdosing nou met je doet. En mijn ervaring hiermee is super bijzonder. Ik geloof sowieso heel erg in de kracht van de natuur. En dat we in deze westerse maatschappij zo met to-do-lijsten en met dat we soms zo uit connectie zeg maar, zijn met ons hart. En het leek mij gewoon heel tof om dat te ervaren hoe dat dan voor mij is om met plantmedicijnen te werken. Ik heb het eigenlijk voornamelijk getest om te kijken van hey, word ik er nou echt productiever van? Zet ik nou sneller en betere stappen? En mijn ervaring ermee is dat het me lukt om nog meer vanuit mijn hart te schrijven en nog meer me minder tegen te laten houden door mijn hoofd. Ik ben best wel heel visueel ingesteld en ik heb soms ook best een perfectionistisch stemmetje. En door de microdosing is het me eigenlijk, ja, heb ik gemerkt dat toen ik dat deed, dat ik dan soms gewoon makkelijker dacht van oké, goed is goed genoeg en let's go en verder. Dus in die zin heeft het mij wel heel erg geholpen. Om heel eerlijk te zijn was ik wel ook een beetje aan het testen en experimenteren met de hoeveelheid. Want ik merkte dat als ik te veel, deed, dan werd ik te druk. En dan wilde ik eigenlijk gewoon niet meer werken. Maar dan was ik alleen maar andere dingen doen, zoals mensen bellen die belangrijk voor me zijn. Of dansen. Maar dat past ook wel een beetje bij mij. Maar dan wilde ik soms zeg maar, heel veel werk verzetten. En dan werd ik zo in mijn lijf of zo. Dat ik dan dacht, hier moet ik eventjes op letten. Hier moet ik eventjes mijn sweet spot nog ontdekken. Dus al met al een super mooie en bijzondere ervaring. Ik zou het zeker aanraden aan mensen. Mocht het zo zijn dat je... Ik heb ook bijvoorbeeld dit met meer mensen gedeeld, met vriendinnen gedaan ook. En ik merkte dat bijvoorbeeld ook als je wat minder energie hebt en ja, toch wat sneller vermoeid bent, dat dan soms vermoeidheid er eerst een beetje uitkomt. Maar ik zag wel ook dat er dingen gebeurden, een soort van sprankeling. En dat voelde ik bij mezelf ook wel alsof dat extra een beetje werd aangezet. Dus ik zou het zeker aanraden. En de kwaliteit van die van Maria Johanna zijn ook echt goed. Een vriendin van mij heeft ook een ander merk geprobeerd. En ja, daar was ze eigenlijk helemaal niet tevreden over. Dus die zou ik echt... Ik heb zelf geen andere dingen geprobeerd. Dus dat zou ik ook heel erg aanraden. En ja, Maria Johanna die is natuurlijk... in wat ze allemaal heeft gedaan en wat ze allemaal, waar ze voor staat. Ja, denk ik dat zij echt een go-to persoon is om dat ook mee te ervaren. Dus... ja, ik zou het heel erg aanraden en ik ben super tevreden. Ja, en ik zou het zeker nog eens een keertje doen.